Vanochtend is het op veel plaatsen wisselend bewolkt. Zoals ook te zien op de satellietfoto. Wolkenplukjes trekken van noord naar zuid over het land. Maar tussendoor schijnt ook af en toe de zon. Lokaal valt ook wel een enkele bui. Vanochtend met temperaturen tussen 10 en 12 graden. Daarbij nog altijd een stevige noordwestenwind. Vrij krachtig, soms nog boven land. Windkracht 5 tot krachtig of hard aan de kust. Windkracht 6 of 7. Vanmiddag neemt de wind in kracht af en is op de meeste plaatsen droog. Met temperaturen daarbij tussen 11 en 13 graden. De wind is aan zee nog wel vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 of 6. Maar neemt in de loop van de avond in kracht af en wordt dan matig. In opklaringen kan de temperatuur vanavond toch behoorlijk dalen. Met een ongeveer waardige rond. ...rond 8 graden. Vannacht kan het in het zuidoosten zelfs afkoelen tot een graad of 3... ...met kans op vorst aan de grond. Morgen is het grotendeels droog. Het is wel een stukje koeler dan vandaag met 10 tot 12 graden. Daarbij waait de meest matige noordwestenwind en heel lokaal valt een enkel buitje. Dinsdag en woensdag zien we meer bewolking. Gaat weliswaar het kwik wel een stukje omhoog... ...maar kan ook af en toe wat regen vallen, met name in de noordelijke helft van het land. Vanaf donderdag ziet het er weer iets vriendelijker uit, maar gaat ook het kwik weer een graadje omlaag. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl